Op het ritme van het getij volgen we de kronkels van de Schelde tussen Gent en Antwerpen. En houden halt op 10 plekken waar de stroom natuur, cultuur en mens ontmoet. De avond valt over de gezellige kaai in Sint-Amans. Hier wordt gelachen bij een drankje, terwijl fietsers en wandelaars de waterkant opzoeken. Het veer maakt vanuit Moerzeke nog snel een laatste overtocht door een van de mooiste Scheldebochten van Vlaanderen. En aan de waterkant gaan natuurliefhebbers met een verrekijker op zoek naar bijzondere kringen op het water. De bedoeling vanavond is dat we eigenlijk vint paaicirkels gaan tellen. Dus vint is een haringachtige vis die sinds een aantal jaren teruggekeerd is naar de Schelde. Die is lang uitgestorven geweest hier door een heel slechte waterkwaliteit. Maar sinds een aantal jaren is die terug. En sinds 2014 plant die zich ook terug voort hier in het zoete gedeelte van de Schelde. Als die soort zich voortplant, die doen dat heel specifiek, dan zwemmen die vissen eigenlijk in een cirkeltje door elkaar en spartelen die op het water. En dat maakt heel specifieke kringen op het water. Dat noemen we paaicirkels. We willen eigenlijk met de hulp van vrijwilligers die paaicirkels gaan tellen om een idee te krijgen van hoe uitgebreid die paaiactiviteit is van de vint. En we doen dat al een aantal jaar. Dat is eigenlijk in gang gezet door Jan Breyne, die hier ook in Sint-Amans woont. Dat is een bioloog. Door dat verschillende jaren te tellen, kunnen we een idee krijgen van vermeerdert die paaiactiviteit, vermindert die? En vooral ook, waar paaien die vinden graag? Want die doen dat op verschillende locaties langs de Schelde. En zo kunnen we dan gaan leren van, wat hebben die eigenlijk nodig om zich voort te planten? En waarom planten die zich op sommige locaties wel voort en op andere niet? Dus dat is eigenlijk echt de bedoeling van vanavond, dus om cirkels te tellen en iets te leren over de voortplanting van de vint. Op dit uur van de avond blijft het eerder kalm op het water. Maar lang geleden waren de meivissen hier heer en meester. Dat kwam hier zo veelvuldig voor dat ze zeggen eigenlijk dat de inwoners die dicht bij de dijk woonden er 's nachts niet van konden slapen van het lawaai op het water. En er is dus geweten van toen waar ongeveer dat die paai plaatsnam. Dat was Markerke, Sint-Amans, maar eigenlijk ook zelfs op de Neten, zelfs bijna tot in de stad Lier. We weten wel, die soort die heeft dus nood aan zoet water, want tijdens de winter leeft die in zout water. Als die zijn eitjes aflegt, die eitjes die drijven eigenlijk in de waterkolom en dan zinken die een beetje naar beneden. Dus we weten ook dat dat meestal wel boven zandige bodems gebeurt, wat dat hier ook wel aanwezig is. Een natuurfenomeen dat dus zeker een bezoekje waard is. En zie je die avond geen parende vinten? Dan vind je op de kaai van Sint-Amans ongetwijfeld ander vertier.